Dag uh, lieve jongens en meisjes van groep 5. Jazeker, je hoort het goed. Groep 5. Want dat is de klas waar jij, uh, waar jij volgend jaar in komt. Jazeker. Uh, en ik hoor erbij. Ik hoor ook bij die groep 5. Want ik ben meester. Ik ben uh, meester Guido. En uh, mij krijgen volgend jaar uh, elke dag van de week voor de groep te staan. En uh, ik moet op deze manier kennis met jullie maken. Dat vind ik wel een beetje jammer. Uh, maar daar is niks aan te doen. Want we hadden in de laatste paar weken op school op de BAM hebben wij te maken gehad met corona, vandaar dat wij niet de kennismakingsmiddag hebben kunnen doen. Dus vandaar dat ik me op deze manier voor ga stellen. Nou, zoals ik al zei, ik ben meester Guido en eh, ik ga jullie vijf dagen de les volgend jaar, het hele jaar eh, les geven. En eh, eh, ik heb de meeste van jullie heb ik al wel gezien en ik denk dat jullie mij ook al wel gezien hebben. Want laatst in de pauze, in de laatste paar weken van het schooljaar, eh, toen liep ik buiten met mijn groep, want ik had vorig jaar groep 6... En toen liepen jullie samen met mij buiten. Hadden jullie, uh, samen waren jullie aan het buiten spelen. Toen heb ik al veel van jullie gezien, want ik heb al met heel veel kennis gemaakt. Ik heb heel veel aan de hand gegeven, of een box of een high five. Dus heel veel ken ik al, maar ik ken jullie nog niet allemaal. En waarschijnlijk zullen jullie mij ook niet allemaal kennen. Dus ik ga jullie even een klein stukje meenemen uh, in mijn leven, wie ik ben, zodat jullie ook alvast weten wie ik ben volgend jaar. Ik heb er zin in. Ja, volgend jaar wordt mijn derde jaar alweer op de BAM. Uh, het eerste jaar, dat is dan twee jaar geleden nu. Uh, toen heb ik groep 3 lesgegeven. Dat is wel geinig. Want toen zaten jij, of toen zaten jullie ook in groep 3. Alleen jullie zaten bij juf uh, Marije of bij juf Bibi. En ik deed samen groep drie met juf Monique. Dus die kindjes uit groep 3, toen, die zitten nu ook in groep 5, dus die ken ik. En ik ken jullie nog niet. En dat vind ik super tof dat ik jullie krijg. Uh, maar wij komen wel naast ze te zitten. Want wij gaan uh, in de BAM. Uh, waar het koffieapparaat nu staat, waar de teamkamer is, daar komen wij te zitten in die hoek. In het langwerpige lokaal. En daar komen wij te zitten en naast mij komt Mees Jesse te zitten en die heeft de andere groep 5. Nou, daar is er nog een andere groep 4-5, een combi-klas, die zit boven bij Juf Leonie. Dus die zit niet naast ons, maar die gaan we ook nog wel zien. En ik vind het superleuk dat we daarnaast zitten en uh, lekker beneden zitten. Uh, want dat zijn hele mooie lokalen. Voor de rest ben ik 25 jaar oud. En uh, ik heb een vriendin, Lara. Ik heb een vader en een moeder. Mijn moeder heet Irma. Mijn vader heet Sikko. Ik heb een broertje die Stan heet. Ik heb een zusje die Ilona heet. En ik woon in Stockholm. Stockholm, ja, Stockholm. Wat is dat, zul je denken? Of misschien heb je er wel van gehoord. Maar Stockholm is een heel klein dorpje. En dat ligt naast Serenberg. En dat zou je misschien wel wat zeggen. Dus ik zeg eigenlijk dat ik gewoon naar Serenberg kom. Dat is net zo makkelijk. Alleen Stockholm is iets, iets rustiger wonen. In Stockholm hebben we geen winkel. In Stockholm hebben we geen school. In Stockholm kun je niet sporten. In Stockholm kun je niet naar de supermarkt. Nee, echt. Je kan er alleen wonen. Maar ik woon er heel graag. En uh, ik woon er nu ook. Ik woon er al een uh, al tientallen jaren. Um, maar ik ga verhuizen in Stockholm. Want ik ga met mijn vriendin Lara... Ga ik uh, ergens anders wonen? Dat is niet zo ver vanaf waar ik nu woon. Uh, maar we gaan daar samen wonen. Uh, alleen het huis moet nog gebouwd worden. En uh, dat is aan de rand van het bos. En daar ben ik heel blij mee. En uh, weet je wat? Ik neem jullie even mee. Gaan we even kijken. En hier kom ik te wonen. Dit heb ik gekocht. Precies hier op de hoek. Maar het is nu nog geen grote zandbende. En uh, met kuilen en enzovoort. De bouwvakkers die hebben ook vakantie. Net als ik. Net als wij. En uh, die beginnen eind augustus weer met bouwen. En dan uh, volgend jaar, ergens, uh, iets na de helft van het schooljaar, kom ik hier dan te wonen. Zo, ik ben weer teruggelopen waar ik nu woon. Dus ik ben weer lekker naar binnen gegaan. Ik heb me even omgekleed. Uh, en ik heb ook even de tv aangezet. Uh, want daar zijn nu toevallig de Olympische Spelen op. Kijk maar mee. En al die mannen die zijn nu aan het rennen. En dat vind ik super tof om te zien. Het Olympische Spelen, dat is een heel groot toernooi. Hè? Met allerlei sporten. En daar kijk ik heel graag naar. Omdat, uh, omdat ik gek ben op elke sport. Zo dus doet mijn vriendin paardrijden. Dat vind ik dan leuk om te zien. Maar mijn vriendin doet ook hockey. Dat ga ik ook graag kijken. Uh, ik heb vrienden die uh, ook op atletiek zitten. Dus op het rennen. Wat ze nu aan het doen zijn. Dat vind ik ook tof. Uh, maar ik vind volleybal vind ik ook leuk. Uh, ik vind, zwemmen vind ik heel gaaf. Waterpolo vind ik tof om te doen. Want dat heeft mijn moeder altijd gedaan. Uh, wat voor sporten vergeet ik nog? Tennis is leuk om te zien. Uh, ik vind eigenlijk alles leuk, dansen. Uh, maar zelf doe ik ook al sport. En ik doe maar voetbal. Die had ik nog niet genoemd. Uh, maar dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En uh, uh, bij voetbal hoort ook uh, meestal, of niet altijd, dat hoeft niet. Uh, maar ik heb dat wel. Een favoriete voetbalclub. Hierzo. Fijn hoort. Daarom heb ik dit festival net even aangenaam toen ik binnenkwam. Uh, ik ben groot, uh, groot Feyenoord-fan. Voetbalclub. Daar zul je volgens mij ook nog wel wat over te horen krijgen. Ik ga jullie allemaal voor Feyenoord maken. Uh, maar ik voetbal zelf ook. Ja, die heb ik aan. Ik zal hem even uitdoen. Want dit is mijn uh, voetbaltenue. Of hier train ik altijd in. Uh, want dit is de voetbalclub uit Serenberg. Genaamd FC Berg. Dat is voortgekomen uit drie voetbalclubs. Je hebt Stokken waar ik woon, dat is samengaan met MVR. En met VVL en Lengel, dat is drie jaar geleden FC Berg geworden. En dat is een super toffe club. We zijn blauw met zwart en wit. En ik voetbal daar zelf ook. Ik voetbal daar in het eerste. In het eerste van FC Berg op de zondag. En ik sta voorin, ik sta in de spits of rechtsbuiten. Dus ik doe af en toe nog wel eens een, een, een bal erin schieten. of een paas geven op degene die scoort. Dat noem je een assist. En dat vind ik super leuk om te doen. Dus dat doe ik ook uh, drie keer in de week. En daarnaast uh, ben ik ook nog trainer bij een team van FC Berg. Dus dat doe ik ook super graag. Maar eigenlijk, zoals ik net al zei, ik vind alle sporten fantastisch om te doen. En ik voetbal alleen zelf. Heb ik dan alles over mij verteld? Even denken. Nee, want ik heb nog een huisdier. Jazeker. En toevallig moet ik hem nu uitlaten, want hij moet ook uh, een plasje doen. Dus we gaan even een rondje wandelen en dan neem ik jullie weer even mee. Kom op. En ik heb een hond, dat is Tommy. Tommy, kom eens hier! Dan. Hallo, hi! En uh, Tommy, die is uh, in deze zomervakantie zeven jaar oud geworden. En hij is een beetje goud van kleur. En ik zeg altijd dat dat de hond, of als kennen jullie de hond van de page toiletpapier reclame. Zo'n nee, goud hondje. Nou, dat is deze hond, toen was hij klein. En nu is hij al uh, zeven jaar. Hé, hey, Tom, kom eens hier! Tommy! Kom eens hier! Nee. Tommy, Tommy. Dat is leuk, hè? Dat is leuk. Ja. Ja. Zo. Hoppatee. Ik zit weer. Hondje uitgelaten. Jullie hebben kennis gemaakt met Tommy. Vond hij heel erg leuk. En... Daarmee komt een beetje een einde aan dit kennismakingsfilmpje. Uh, ik baalde er nog steeds enorm van dat die kennismakingsmiddag afgelopen jaar niet door is gegaan. Maar ik hoop op deze manier met dit filmpje dat jullie een beetje een indruk en een beeld hebben van wie ik nou ben. Wat ik graag doe, waar ik woon enzovoort. Uh, ik hoop dat dat een beetje gelukt is. Ik hoop dat jullie een beetje gerustgesteld zijn. En ik hoop natuurlijk dat jullie ontzettend veel zin hebben in groep 5 volgend jaar samen met mij. Ik heb er echt enorm veel zin in. Ik kijk er heel erg naar uit. Uh, voor nu nog even lekker zomervakantie. Want we hebben nu nog vijf weken. Ga daarvan genieten. Als je nog op vakantie gaat. Dan wens ik je een hele fijne vakantie. Kom lekker bruin terug van de zon. Als je naar de zon gaat. Uh, doe leuke dingen. Rust goed uit. En dan gaan we het volgend jaar gezamen weer lekker tegenaan. En dan gaan we er een heel mooi jaar van maken. Nou, heb je nou nog een vraag? Helemaal tot slot. Uh, die mag je gewoon opschrijven of die mag je aan me stellen. Die mag je op de eerste schooldag aan me stellen. Je mag altijd alles aan me vragen. Dus heb ik nou nog iets niet verteld wat je heel graag wil weten? Bewaar die vraag en stel hem mij die maandag als we weer op school komen. Goed. Eh, nogmaals, hele fijne vakantie en ik zie jullie in september weer. Tot dan!